Het hek van ijsclub De Graafstroom en Molenaarsgraaf zit al weken goed op slot, wachtend totdat het ijs dik genoeg is. Dit ondergelopen weiland is een van de vele in de regio, waar deze dagen dan misschien toch op geschaatst kan worden. Toch moet ook hier zeker de vereiste 7 centimeter moeten worden gehaald om er niet doorheen te zakken. Hoeveel centimeter is het? 7 centimeter. Is dat voldoende, meneer? Ja, dat is ruim voldoende. Normaal gesproken gaan we bij 6 centimeter gaan we er eigenlijk al op. Maar gezien, ja, het ijs is echt supergezond ijs nu. Dus 7 centimeter is ruim voldoende. Dus gaan we verder het ijs op om de gehele baan te controleren. Kraken het ijs is best ijs, hè. Het moet altijd een beetje kraken. Er staat wat spanning op. En vooral als je er voor de eerste keer opkomt, dan mag het best kraken. En als je er doorheen gaat, zak je niet diep, want doordat het gras hier kort is gehouden, hoefde er maar een klein laagje water op te staan om een prachtige ijsbaan te creëren.